Albert hier, Nederlandse iCloud hulp. Welkom. Als je iemand belt met FaceTime en diegene wil niet opnemen, dan kun je vanaf iOS 17, de nieuwe operatief systeem van iPhone, iOS 17, dan kun je dus een FaceTime clip achterlaten. Dus als die ene niet het FaceTime-gesprek aan kan nemen en geen antwoord geeft, dan kun je een clip achterlaten. Ik laat jullie zien. Ik bel iemand 100 keer, hij wil niet opnemen, dan stuur ik hem een bericht. En dit kan hij laten zien. Oké, okay. Hi, you're not there, I want to leave a message. I want to say, you're not picking up the phone. Pick up the goddamn phone. It's a FaceTime call, man. You don't have to look in the camera. You can look like an elephant or something. Just answer the goddamn phone. En dit bericht wacht op hem in de FaceTime app. Dankjewel.